Op 14 juni werd in Fort Wierkenschans een bijzonder boek aangeboden aan wethouder Leendert Jan van den Heuvel. Hem werd een stripboek uitgereikt met een spannend avontuur langs de Romeinse Rijn. Een kleine maar bijzondere rol was weggelegd voor Jasper Duinersveld, die als cliënt betrokken is bij het Limes bezoekerscentrum Nigrumpulum in Zwammerdam. Het stripboek heet De Romeinse inval in Nederland en België. Dat is een educatief stripboek, er zit ook een lespakket achter. En dat is eigenlijk uit een spontane opwelling ontstaan. Jan Kracht is schrijver en uitgever van educatieve stripboeken. Tijdens een netwerkbijeenkomst Recreatie en Toerisme raakten we aan de praat. En toen zeiden ja, ik geef stripboeken uit, educatieve stripboeken. Ik heb nog niets over de Romeinen. En toen zeiden we van nou, dan gaan we kijken of we dat kunnen uitgeven. Ik heb daar een voorstel voor gemaakt voor de erfgoedtafel Limes bij de provincie. De provincie heeft het hele project voor 50% gesponsord. En daar waren we heel blij mee. Bodegraaf Reewijk doet ook mee. Het Streekmuseum Reewijk sponsort een deel en het Archeon doet natuurlijk mee. Uiteindelijk bleek tijdens de presentatie van het project mensen van Ipse de Brugge in de zaal te zitten. Die kwamen naar mij toe en toen zeiden ze, we hebben een cliënt, een jongen met het syndroom van Down, maar helemaal gek van Romeinen. Jasper Duinersveld weet er heel veel van, heeft cursussen bij ons gevolgd en is ook heel graag Romein, Marcus Cresto heet hij dan. En toen dachten we, nou, dit is te mooi om waar te zijn en Jan Kracht, de schrijver van het verhaal, heeft Jasper weten te verwerken in het verhaal. Dus het is geschiedkundig helemaal nagekeken, het klopt precies, maar er zit een kleine glimlach naar de huidige tijd. En als je Jasper kent en zijn foto's ziet, dan herken je hem in de strip. En hij heeft vanmiddag het stripboek als eerste exemplaar overhandigd aan de wethouder van de gemeente Bodegraven-Reewijk. In bijzijn van de provincie en een aantal genodigden. Het is een heel gezellig feestje geworden en Jasper zijn dag kan niet meer stuk. Hele Ipse de Brugge. Ik wil jullie bedanken voor het over de Limes van over Romeinen. En heel veel succes. Allemaal mag in de haven eten.